met Mansour Padlo, ondernemer in het dagelijks leven, want hij is directeur van Suriname Steel NV, die valt onder Impacto Industries. Spraken wij over de effecten van de valutawet voor met name ondernemers. De ondernemer Mansour Badlou, die is er uitgebreid hierop ingegaan. U krijgt vandaag het eerste deel uit het vraaggesprek met Mansour Badlou, directeur van Suriname Steel. De komende dagen de overige delen uit het interview met deze ondernemer, die er is ingegaan op een aantal zaken betreffende de economie van Suriname. De valutawet is voor velen in onze samenleving een grote vraagteken. Voor de overheid is het op gegeven ogenblik een must geweest. Maar de timing vind ik persoonlijk niet juist, omdat op 20 maart, vrijdag 20 maart, toen deze wet werd aangenomen, op hetzelfde moment wist een ieder in de assemblee ook de gevolgen van de coronavirus, die een economische impact heeft in de wereld en ook in Suriname. Dus hoe ga je dan twee zaken tegelijkertijd in een land invoeren en dan managen, die beide een effect hebben op de economie van een land? Die coronavirus heeft effect op de gezondheidszorg in de eerste plaats, maar het treft de hele economie in alle landen in de wereld. Amerika heeft 2 triljoen US dollars uitgetrokken, 2000 miljard, om hun economie toch nog hier en daar ervoor te zorgen, dus dat er geen geweldige die gevolgen van die coronavirus een beetje beperkt kunnen worden en dus in toom gehouden kan worden. En alle landen hebben dat gedaan. Nu, op hetzelfde moment gaan we in Suriname ook een valutawet invoeren met betrekking tot ordening valutaverkeer, die ook een impact heeft op de economie. Dus je hebt een dubbel effect. En vooral voor een landen met een fragiel economie zoals de onze, vind ik dus die timing niet goed. Het feit dat de overheid in Suriname de koers naar beneden wilde brengen en dus de koers wilde controleren, wilde monitoren en net de wet is gekomen, daaraan kom ik niet. Ik bedoel, het is het recht van elke overheid die natuurlijk het beste wil voor zijn economie. Maar de vraag is, hoe realistisch is het? En nogmaals, de timing is fout geweest. En vandaar dat je het ook ziet aan de effecten. Het heeft niet het gewenste effect. Een ander punt is, daar gaan we nu praten over dus die wet zelf nu, is dus dat een koers is bepaald, een streefkoers is bepaald, van 7,52 voor de SRD, voor 1 US dollar, 7,52 SRD. Het is een streefkoers, het is een droomkoers. Maar het heeft geen zin, je moet realistisch zijn. Omdat de koers die toen op dat moment gold, op de vrije markt, was 15. En dan wil je nu met bijkans 50% naar beneden, is niet realistisch en dan gaat het niet werken en dat zijn weer de gevolgen die je nu krijgt. Want je kunt iets streven, je kunt iets willen, maar het kan niet op basis van vraag en aanbod, lukt het gewoon niet. We moeten één ding niet vergeten, Suriname heeft is een importeconomie. Dat wil zeggen dat vanaf het moment dat je 's morgens opstaat, om het een beetje makkelijk uit te leggen, totdat je weer naar bed gaat,
is meer dan 90% van alles, alle handelingen die je pleegt als burger in Suriname, direct of indirect, ja, import gerelateerd. Je staat 's morgens op, je gaat je tanden poetsen. Die tandenborstel is geïmporteerd. Je gaat Colgate gebruiken, is geïmporteerd. Je gaat je kleding aantrekken, is ook geïmporteerd. Je gaat je schoenen aantrekken, je sokken, ook geïmporteerd. Je gaat aan het werk, ja. Je gaat daar je computer gebruiken, je gaat dit gebruiken. Alle handelingen, dat is ook geïmporteerd. Dus 90% van alles dat we dagelijks doen, is import gerelateerd. Vandaar dat we zeggen, Suriname is een importeconomie. En in een importeconomie kun je voorstellen wat bijvoorbeeld een mondiale crisis, bijvoorbeeld vanwege die coronavirus, wat voor effect het heeft op die importeconomie, omdat je alles importeert. Nu wat er gebeurt is dat, als we dat dus eventjes aan één kant zetten, aan de andere kant willen we dus een koers hebben van 752, een streefkoers. Die koers, weten we, aan ieder wordt bepaald door vraag en aanbod. Aan de ene kant de vraagzijde van alle importeurs, maar ook de overheid. De overheid heeft ook US dollars nodig voor haar werkarmen, voor haar dagelijkse activiteiten, om bestuur te kunnen maken op een juiste manier. Heeft die overheid ook dollars nodig? Die overheid moet voor dollars zorgen, voor de politie, moet auto's en overige middelen aanschaffen voor de politie, voor de volksgezondheid, voor onderwijs. Alle sectoren van de overheid hebben US dollars nodig. Aan de andere kant heb je de ondernemers in de private sector die allemaal ook US dollars nodig hebben. Nogmaals, want we zijn een importeconomie. Gerekend vanaf de persoon die kleding verkoopt, tot de persoon die auto's verkoopt, tot de persoon die bouwmaterialen verkoopt, tot de persoon die white goods, appliance, noem maar op. Allemaal hebben US dollars nodig. Als je dus ervan uitgaat dat je in landen als Suriname, waar de nationale munt is geen harde valuta, zoals in Guyana, zoals in Trinidad, in Europa, in de Europese Unie, in Nederland, is de nationale munt tegelijkertijd een harde valuta. De euro is een harde valuta. En bepaalde landen die een sterke economie hebben, zoals Engeland, is de Engelse pond ook een harde valuta. Zwitserland, Zweden ook. In Suriname, Guyana en zo is onze nationale munt geen harde valuta. Dus in dit soort landen heb je dan twee vijvers. Heb ik altijd als voorbeeld aangehaald. Je hebt één, de vijver met die dollars. Dat is vijver met, laten we noemen, kwikwi voor de overheid. En dan hebben we andere vijver met kwikwis. Verstaat daaronder US dollars. Daarin hengelen alle ondernemers. En die vijver van die overheid, ik probeer het makkelijk uit te leggen, is het die overheid, zijn het die dollars die overheid verdient. Royalties, inkomstenbelasting, IM Gold, aandelen, Nieuwmond, en soms schenkingsmiddelen. Middelen die door leningen, als je geld leent uit het buitenland om een project te maken, wordt het geld ook overgemaakt. Komt ook als een soort dollarontvangst. Totdat het moment daar komt om terug te betalen, dat is het een ander verhaal weer. Maar vooralsnog bij het ontvangst van die lening is het een ontvangst. Ja, het helpt mee aan jouw betalingsbalans. Dus dat zijn allemaal komen in die vijver van die overheid terecht. In Suriname is dat ruw geschat
Denk niet dat het veel is hoor. Maximaal. Want Suralco is er niet meer. Staatsolie moet je vergeten. Voorlopig. Je hebt alleen IAMGOLD en Newmont. Dus die overheid krijgt maximaal een $150 miljoen per jaar. Niet meer. Die andere vijver, waarin de ondernemers hengelen, zijn de mensen die komen uit Nederland en hun geld wisselen. Geld sturen voor taantent wordt gewisseld. Die houtexporteur, die visexporteur, die groenteexporteur, die popnokkers in het binnenland, onderschat ze niet. Het is een grote groep, substantiële groep. En mensen uit Nederland die een huis hier bouwen en dan geld sturen. Die vijver is goed voor ongeveer $500 miljoen op jaarbasis. Dus die aantal kwikwis die daar zijn, heeft een waarde van $500 tot $600 miljoen op jaarbasis. Dus wat doet die overheid nu? Dus ik probeer die valutawet, zoals ik zie, waarom het tot stand is gekomen. Die vijver van die overheid is droog gelopen. 1. Door wanbeleid. En wanbeleid ga je dan weer categoriseren. Corruptie, diefstal, neem het. Verkeerde beslissing, geen visie, noem maar op. Ja? Is die vijver droog gelopen. Omdat die gelden die ze daar kregen, die zijn allemaal reeds geallockeerd. Zelfs verpand aan leningen, aan aflossingen en andere verplichtingen. Vergeet niet, Oppenheimer alleen is $50 miljoen op jaarbasis. Ja? Aan rente alleen. En in 2026 volgt die bullet payment van $550 miljoen. In één keer moet je het storten. Dus als je die verplichtingen neemt, en dan heb je ambassades, zeg maar $25 miljoen per jaar. Die is droog gelopen. Kijk, dit ding had ik eigenlijk, volgens mij heb ik het hier ergens, gezet. Kijk. Hier, maar ik kan niet, als je kunt het zelf zien, kan je overtuigen. Kijk hier. Dus kun je het even zo houden? Dan ga je zien, die inkomsten totaal van de overheid, die verplichtingen, hè? Die verplichtingen van de overheid. Aflossingen, leningen, ik heb dit ding in 2015. Had ik het in een volle pagina gepubliceerd. Op 4 november 2015. En dan weer in 2016 op 11 november. Een volle pagina in Dagblad. Ik maak geen reclame hoor, ik zeg het gewoon. Ja. En dus voor zij die het willen lezen weer. Dat ze in het archief kunnen gaan van de overheid. En dat kunnen ze het vinden. En dan ga je zien dat ik had gezet nog in 2015 al. De aflossingen had ik toen gezet op $50 miljoen per jaar. Ja? En dan die obligatie was 50, dus ik had het op 100. Ik heb toen gezet reiskosten gemiddeld per jaar. Plus ambassades. Alles kostte $25 miljoen per jaar. De visumvoorziening die ze aan de zal moeten geven en iedereen voor olie is $110 miljoen per jaar. Ja? En, de visumvoorziening voor EBS, HFO, dat is voor fuel oil, om die generatoren daar staande te houden. Ze hebben een verplichting van ongeveer in dollars $300 zoveel miljoen. En toen in 2015 had ik gezegd $90 miljoen zijn die inkomsten. Ik schat dat nu zal het zijn met Nieuwmond en alles wat is bijgekomen $150 miljoen. Want dit is 2015. Ja. Dus toen was er al een verschil, een min van $200 miljoen. Maar in ieder geval om terug te komen. Dus wat er nu gebeurt, die vijver is droog gelopen. Dan wat wil de overheid nu doen met deze wet wat ik veronderstel? Ze willen ook gaan vissen in die andere vijver. Omdat hun vijver geen kwikwi meer heeft. Maar ze hebben verplichtingen. Ze moeten zorgen dat ze die dollars ter beschikking stellen van die oliemaatschappijen. Ze moeten hun ambassades betalen. Ze moeten dit doen, dat doen. Anders loopt alles van hun klem. Dus
willen ze nu gaan vissen in die vijver. En als die vijver nu daar is, je hebt een vijver vol met kwikwis, en 10 mensen of 15 mensen zijn bezig daar te hengelen, 15 ondernemers, of 25 of 50, dan zegt die overheid nu, 25 van ze moeten weg, want ik kom met 25 hengelstokken. En dat is die negatieve lijst die ze nu gaan maken voor goederen die niet geïmporteerd mogen worden. Dus ze willen, want je kunt die koers op 2 manieren beïnvloeden. Ja, naar een gezonde kant. 1. Door jouw valuta, jouw harde valuta, inkomsten, verdiencapaciteit te verhogen. Wat ze weten niet mogelijk is op dit ogenblik in Suriname vanwege verschillende redenen. Of je kunt de vraagzijde naar beneden brengen. Beide dingen hebben hetzelfde effect. Begrijp je? Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben gekozen om die vraag naar beneden te brengen. En dan hebben ze dus die negatieve lijst geproduceerd. Maar dat ben ik niet mee eens, omdat ik vind, het heeft gevolgen. Mensen gaan smokkelen en dan gaan ze toch weer die deviezen kopen op die zwarte markt. Doe liever 100-200% invoerrechten erop. Begrijp je? En dingen die hier gemaakt worden, laat men het hier kopen. Begrijp je? Zou die omzetbelasting ook helpen? En inkomsten? U bedoelt die BTW? Ja, pardon, die BTW, ja. Die BTW gaat helpen in die zin dat eigenlijk ten eerste de overheid meer inkomsten kreeg, maar ten tweede dat de consument dan ook een beter, gedisciplineerder, selectief inkopen doet. En geen dingen zomaar koop. Want dingen die niet nodig zijn, koop je dan niet, want dan bepaal je zelf waarvoor je BTW wil betalen en wat niet. Begrijp je? Dus het zou zeker helpen aan de inkomstenzijde. Maar de vraag is, wat voor effect heeft eigenlijk BTW in een economie waar het minimumloon ongeveer $100 is? Want waarom moet je het minimumloon in Suriname, moet je eigenlijk, dus voor de kijkers die luisteren, het minimumloon, wanneer je praat over minimumloon in Suriname, of over loon in het algemeen, hoeveel verdien ik, dan moet je eigenlijk altijd in gedachten het proberen om te zetten in US dollars. De waarde. Waarom? Omdat ik in het begin heb gezegd, we zijn een importeconomie. 90% van wat je dagelijks doet is geïmporteerd. Dus je moet jouw loon, om die reële waarde, om werkelijk die waarde van je loon te kennen, moet je in gedachten proberen om te zetten in dollar. In Suriname is die minimumloon nu, als ik uitga dat bedrijven gemiddeld, ja, laagste loon, ik ga ervan uit ze betalen 2000 netto aan die mensen. Dan is het minimumloon ongeveer $125-130. Begrijp je? Ja. En 40 tot 50 jaar geleden, toen was dit minimumloon 200-225 Surinaamse guldens in de 70er jaren. Gedeeld door 1,8 was toen de koers, was toen ongeveer $110. Dit is een voorbeeld die ik zoveel keren heb aangehaald. En mensen die naar dit programma kijken, moeten rustig zitten. Ze moeten zich bezinnen eigenlijk wat ik praat. Ze moeten het niet voorbij laten gaan zomaar. Kijk, ik ben geen econoom. Ja. Maar ik ben iemand uit de praktijk. Ja. Maar ik heb wel een bepaalde ontwikkeling en ik heb een bepaalde ervaring en ik heb veel meegemaakt in de ondernemerswereld. Dus ik praat uit veel ervaring. Ja. En ik heb economen vaak hun analyse zien geven. Maar ik vind ze moeten het eigenlijk
beter uitleggen voor de mensen. Wat ik nu hier zo doe, is eigenlijk een werk die een econoom moet doen. Begrijp je? Maar ik ben geen econoom, maar vanwege mijn ervaring in de praktijk probeer ik het toch anders uit te leggen. Begrijp je? En nota bene, dat terzijde, alle economen zijn ook geen economen. Gestudeerd of niet, u ziet zelf wat er in de praktijk gebeurt. Dus wat er gebeurt, dan heb je dus je minimumloon van 50 jaar geleden was $115. En 50 jaar verder is het $125. Weet u wat we dat noemen? Dat noemen we een blunder. Het is een blunder. Het is een schande. Ik weet niet wat voor woord ik ervoor moet zetten voor de politiek in een land. Begrijp je? De politiek in het algemeen in het land. Die allerlei soorten beloftes maakt. Dan kunnen we nu gaan naar de periode 2000-2010. Ja? Daar was het minimumloon, ja? Zeg, ik denk 1000 gulden. Zullen we het 1000 gulden? En de koers was, laten we nemen, rond 3 gulden. Ja? Dus 1000 gedeeld door 3, zeg $325. Maar dan moet je uitgaan van, in de generatie nu, jongeman en vrouw, jongeman en vriendin werken. Dus het was $600. 2 inkomens in het huis. Daardoor waren ze in staat om een auto te kopen en af te lossen $100. Begrijp je? Dus die minimumloon 1970, dus toen is hij gegaan, 2000 is hij omhoog gegaan. 2010 is hij dan weer berg gegaan, of nu is hij weer naar van 50 jaar terug. Begrijp je? Die van tussen 2000 en 2010 was dus, zie je duidelijk dat er een herstel daar was. Maar ik vind dat die regering in die tijd ook een kleine fout heeft gemaakt. Dat was? Die fout was dat ze, die minimumloon is toen in reële waarde toegenomen dankzij dat je dus die op gegeven ogenblik na de overname in 2000 van de regering heeft men gedeeld door 1000. Ja? Dat is 1. 2. De inkomsten op dat moment waren juist heel goed van staatsolie gedurende een aantal jaren. En gemiddeld $200 zoveel miljoen op jaarbasis. Dat is 2. 3 uur alcohol was er nog, zo'n beetje Billiton. IM Gold zou net starten. En 5, die buitenlandse schuld was niet van die aard, was niet zo hoog. En 6, is dat ze nog wat ontwikkelingshulp te goed hadden. Ja? Dus deze tools samen hebben gezorgd dat die economie goed draaide. En het minimum inkomen per huishouding, als man en vrouw werkten, vooral een jonge koppel, was het een $600 tot $700 per maand.